Divination. Het gebruik van tarotkaarten om de toekomst te voorspellen ontstond zo'n 200 jaar geleden. In de 14e eeuw werd er alleen maar met de prachtige kaarten gespeeld. In de 18e en 19e eeuw werd tarot via de waarzeggerij van zigeuners in verband gebracht met magie en mystiek. En nog steeds wordt er met de kleurrijke kaarten aan divination gedaan. Divination is een mooie term voor waarzeggen. En tevens de naam die ik deze collectie gegeven heb. Onlangs werd mij tijdens een spannende sessie de kaart gelezen door een tarot-expert. De symbolen op de kaarten die ik trok heb ik gebruikt voor de print van deze collectie. De ram, de kroon, vleugels en slangen.